Ja, Thomas Vergouw, het parcours, het klopt weer helemaal, bijna helemaal jouw voorspellingen. Ja, om precies te zijn inderdaad zeggen we bijna helemaal, maar het klopte zo goed dat alle plaatsen inderdaad in de buurt lagen van wat ik aangekondigd had. Er waren slechts twee plaatsen die net daarnaast lagen, dus bijna helemaal goed. Dus daar wel tevreden mee dat het dit jaar weer... voor het grootste gedeelte allemaal correct was? Ja, uiteraard tevreden. Ik bedoel, ik doe het niet per se om een 100% goed parcours te krijgen. Maar natuurlijk is het leuk om het bijna goed te krijgen. En dat ook veel mensen er gebruik van maken en zeggen van... Nou, dit is fijn dat we het van tevoren al weten. Dus altijd tevreden ermee. Wat is eigenlijk de ASO die ervan vindt? Want ze maken hier een heel spektakel van om die route te presenteren. Terwijl je natuurlijk eigenlijk net iets te slim af bent. Ja, daar ben ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. Ik zeg altijd dat ik het heb over de geruchten over het parcours van de Tour de France. Ik heb het niet over het parcours van de Tour de France. Dat wordt aangekondigd op in dit geval 20 oktober in het Palais des Congrès in Parijs. Wat ook heel belangrijk is tijdens de presentatie, het is gewoon een geweldige show. Dus daar moet je bij zijn of dat moet je op internet of op tv volgen. En daarnaast is het ook zo dat tijdens de presentatie pas alle bergen en alle profielen en dergelijke aangekondigd worden. En dat is iets wat ik gewoon... per se eigenlijk expres niet doe om het toch nog ook een interessante presentatie te laten zijn. Want die informatie die heb jij wel al? In sommige gevallen wel, niet altijd. De meeste etappes blijven gewoon nog echt geheim. In sommige gevallen heb ik wel de informatie, maar in principe ga ik daar niet mee aan de haal en ga ik niet die online zetten. Wat vindt de ASO eigenlijk van? Krijg je van hun reacties als jij gedurende het jaar weer richting het juiste eind hebt? Ja, in het Frans zeggen we altijd dat ik een relation je t'aime maar non plus met de ASO heb. Dus we houden van elkaar, maar eigenlijk ook helemaal niet. Want het is natuurlijk zo dat de ASO graag zou willen dat zijn parcours gewoon geheim blijft tot het laatste moment. Van de andere kant is het een perfecte gelegenheid voor ASO om te laten spreken over het merk Tour de France. Want het is en blijft een merk. En een merk is natuurlijk, moet gevoed worden en daar moet over gesproken worden. Dus tijdens die twee maanden dat ik aan het parcours van de Tour werk, spreek ik over de Tour. En dat is toch wel interessant voor hen. Als je kijkt naar Christian Prudhomme, dat is een voormalig journalist. Wat hij altijd tegen mij zegt is dat hij het zo geweldig vindt dat de manier waarop ik het doe. Dus zeg maar gewoon duidelijk aangeven van hoe ik stapsgewijs naar de informatie kom. Dat ik ook dingen doorstreep als ik erachter kom dat het niet juist was. En hij zegt van dat is gewoon een geweldige manier. Want je doet niet zoals sommige journalisten van we publiceren weer een nieuw artikel en we halen het andere offline. En zeggen dat we de eerste zijn die iets aangekondigd hebben. Dus wat dat betreft heb ik eigenlijk... positieve en negatieve reacties van ASO, maar in principe geen problemen daarmee. Krijg je ook wel eens informatie van ASO? Nee, en dat zou ik ook niet willen. Het is natuurlijk zo dat als ASO iemand bij ASO mij informatie zou willen geven, dan zou die mij wellicht het volledige parcours van de Tour kunnen geven. Maar dat is voor mij niet interessant. Het is sowieso, het interessante is, en dat is ook de passie voor de wielersport die ik daarin inbreng, is ook het feit dat ik er twee maanden mee bezig ben. En ook het feit dat ik regelmatig nieuwe dingen online zet, dat betekent ook dat er regelmatig mensen bij mij komen kijken wat er weer opnieuw online staat. Dus dat is ook gewoon puur interessant voor mij om het niet allemaal ineens aan te kondigen. Want ik ken journalisten die op basis van jouw informatie, alvast hun hotels boeken omdat het anders veel te snel te vol is. Krijg jij meer van dat soort reacties of signalen van mensen die er op die manier echt... profijt uithalen? Ja, inderdaad. Ik krijg eigenlijk tijdens de twee maanden dat ik eraan werk en ook daarna, na de presentatie, krijg ik regelmatig mailtjes, sms'jes, allerlei berichtjes waarin ik word bedankt inderdaad voor de informatie die het mogelijk heeft gemaakt om goede hotels te boeken voor de Tour. Daarnaast is het ook zo, dus je hebt de journalisten inderdaad, maar je hebt ook alle reclamebureaus voor de reclamecaravaan. Je hebt ook de verschillende sponsors van de Tour de France. Die hebben allemaal ook hotels nodig. En als zij de dag van de presentatie gaan boeken, dan is het gewoon te laat. Dan hebben ze gewoon geen kamers meer. Dan het parcours nog eventjes van dit jaar. Drie plekjes, vier plekjes die net wat anders waren dan jij had voorspeld. Ja, er waren twee plaatsen die net iets anders waren. Dus de start in Andorra is niet in Oud-Andorra, maar net daarnaast. De start voor de voorlaatste etappe is niet in Saint-Gervais, maar in Megève. En daarnaast had ik aangegeven dat Salange-Megève in principe geen tijdrit zou zijn. En dat is het uiteindelijk wel. En dat komt eigenlijk weer terecht op wat ik heel lang geleden exclusief al had aangekondigd. Dat er eigenlijk een klimtijdrit in de Tour de France zou zitten. Alleen had ik hem geplaatst tussen Morzine en Léger. En uiteindelijk is hij dus tussen Salange en Megève.
En nu alvast vooruitkijken naar de Tour van 2017, informatie bij elkaar sprokkelen? Ja, in principe wordt binnenkort het Grand Départ, dus de startplaats van de Tour de France 2017 aangekondigd. Dus daar kunnen we sowieso al mee aan de slag. Dus dat is, er zijn verschillende kandidaten, maar de kans is groot dat dat richting Duitsland gaat. Na de aankondiging dat Londen niet meer de Tour start wil hebben in 2017. En daarna ga ik inderdaad gewoon weer aan de slag met wat er daarna gaat gebeuren. Ik werk niet alleen maar, ik heb het niet alleen maar over de Tour de France, ook over andere wielerkoersen. Ik ga ook regelmatig naar andere wielerkoersen om onder andere bijvoorbeeld foto's te maken. En dat is gewoon eigenlijk wat ik probeer te doen op mijn website, is gewoon zoveel mogelijk exclusieve informatie, leuke foto's en een ander iets is het parcours van verschillende koersen op Google Maps. En dat is ook heel interessant en daar zijn ook heel veel mensen in geïnteresseerd. Dus dat zijn eigenlijk de dingen waar ik de rest van het jaar ook weer mee bezig zal zijn.